even doen. Als ik nu beide kanten eerst... Jullie zeiden in het begin al, ik kan beide kanten keer 2 doen. Met de groepen. Als ik deze namelijk keer 2 doe, dan vervalt die half. En als ik deze kant ook keer 2 doe, dan heb ik dus weer de balans erin zitten. Dus dan heb ik 2s is at kwadraat. Snappen we dat zo gauw? Als ik beide kanten, mag ik hier nu keer 2 doen. Keer 2 en dan krijg ik dus 2s is at kwadraat. Dat mag ik doen. Maar in plaats van keer 2 mag ik ook wat anders doen. Namelijk, s is een half at kwadraat. Ik mag ook beide kanten delen door een half. Delen door een half. Dan krijg ik namelijk, en dan pak ik even mijn rode er weer bij. Aan deze kant s gedeeld door een half. En aan de andere kant, wat krijg ik daar? Delen door een half. Als een half boven en onder de steek staat, mag ik die wegstrepen. Take a look at